Goedemorgen, de vraag van vandaag. Hoe dik moet het ijs zijn? Wil je met je auto erop kunnen rijden? Want vandaag gaan we het uittesten. We nemen de MX-5 mee. We gaan naar het ijs toe. Het is ongeveer 12 tot 15 centimeter dik. Het zou helemaal niet dik genoeg moeten zijn, maar we gaan wel vandaag proberen om met mijn MX-5 op het ijs te rijden. Eén klein probleempje. De accu is leeg. Dus ik ga even kijken. Hij is er niet. Er is helemaal niemand, want het is zaterdag. Je kan hem dus aanduwen, maar dat is best lastig. Hoe hard moet je duwen dan? Ja, vooral hoe leeg is de accu? Dat is een betere vraag. Kutjes! Ik heb dus een booster in de 350Z liggen. Hoop die is vol. Ja, ja, ja! Hij is vol! Dit is de kleinste booster die er is. Maar als die werkt, werkt die. Ja! Oh. Hij stond nog in de versnelling. Ik dacht dat jij hem in zijn vrij had staan. We zijn in de auto gesprongen en we zijn in Zeewolde. En dan kan je waarschijnlijk wel raden bij wie we zijn. En dit is ook degene met wie we vorig jaar echt fun hebben gehad. Want vorig jaar hebben we zijn Nee, X7 vast laten zitten in de sneeuw. En dit jaar gaan we mijn auto vast laten zitten in het ijs. Hey. Het enige ding is, ik moet ook een deel door het zand heen. En dat is misschien wel even een klein puntje. Puntje van aandacht. Zullen we anders eerst op het ijs gaan? Ja, we gaan eerst even lopen. Gaan even kijken hoe sterk het is. Ik had Sjiet een berichtje gestuurd van, yo gast, kan het hier denk je? En hij zei, ja joh, we hebben hier geschaatst. Ik moet helemaal goed komen. Ja. Volgens mij, ik dacht echt dat het hier was, dat hij hier had geschaat. Ja, je ziet hier wel wat sporen, alleen in het midden, als we daar kijken, zit nog wel gewoon water. Dit zou het moeten zijn en je ziet hier wel... Ja, maar eerst. Ja, dit is wel heel dik hoor. Oh. Oh. Ik breek het al. Je kan er wel op lopen. Kijk, en het is hier niet zo diep. Je kan hier zien, zeg maar, hoe diep het is. En ja, tot en met... Oh nee, maat, dit is helemaal niet dik. Wat lult je het? Het is helemaal niet dik. Ik breek het hier. En als je hier zo een beetje de kraken ziet, je ziet dat het een centimeter of 5 maar is. Hij zei dat het allemaal van die luchtbubbels. Hij zei dat het wel 15 centimeter was. Ja, 10 of zo. Maar je ziet hier wel allemaal schaatssporen ook. Dus ze hebben wel geschaatst. Het is wel gebruikt en ik durf erop te lopen. Ik denk dat we met de auto misschien toch nog wel iets te voorbarig zijn om dit te willen gaan doen. Als je daar kijkt, zie je nog dat het gewoon nat is. Wil je er echt achter komen hoe dik het is, moet je een stuk eruit halen. Alleen dan zit hier een gat. En als ze hier zo meteen willen gaan schaatsen, is dat een beetje lullig. Als mijn auto erin zakt, zit er nog een veel groter gat natuurlijk. Maar... Wow, het is een soort ice age. Je hoort het af en klaken. Je hoort, deze bar schoot helemaal zo om ons heen, vanuit daar zo. Er staat daar dus een bordje verboden honden. Er staat niet een bordje verboden auto. Kijk, ik weet dat het heel dom is om dit nu te gaan doen, maar ik wil het echt heel graag doen. Je gaat er echt doorheen zakken. Ja, maar alleen even met de achterbanden erop. Gewoon even driften. Hoe lang ben je bezig geweest met deze auto? Ja, een jaar of twee. Maar dit is echt een hele leuke ochtend dan. Ja, veel plezier. Ik ga wel toekijken vanaf een afstandje. Daar is Sjiet. Oh, kijk. Oh, ze rijdt hij nou gewoon met zijn fiets het ijs op? Ja, zo'n fiets is niet heel zwaar. Ja, maar zo'n fiets is wel 80 kilo, plus je heat is toch 180 kilo. Dat is toch 10% van de auto. Dat 1200 is ook aan. Hey. Zo. Dat gaat makkelijk, maat. Ja, met je fucking fiets. Ja, joh, dat kan wel, joh. Hoe is dat? Goed met jou? Lekker. Maar gast, je trapt er oprecht nog gaten in, hè? Ja, maar hier is het heel ondiep, maat. Je kan niet dit eerste stukje, dit durf ik op zich ook nog wel aan. Dit kijken we wel even. Ja, maar kijk, hier zie je zelfs nog dingen onder bewegen. Dus dit. Hier. Ja, dat gaat makkelijk, je is verdeeld hè. Jij wil gewoon dat ik erop ga. Nee, soms weet het bang. Maar kijk, als je gewoon heel voorzichtig eerst om de begin doet. Ja, ik ga denk ik eerst gewoon met de voorwielen erin. Ja. En dan kan ik altijd met de achterwielen maar nog uitreizen. Ja, dan trek je met de fiets. En als het fout gaat, is jouw schuld hè? Ja, ik wil wel nog een vriend terug. Ja, maar ik ga eerst even gewoon met de voorwielen. Even kijken hoe dit gaat. Het moment van de waarheid. Hier is hard zat. Ik zie wel echt al het ijs kraken. Je moet naar links. Onder je. Net op het ijs. Ik ben wel op het ijs, maar het breekt het wel. Je moet naar links, naar links. Wacht, ik ga achteruit en dan met een linker en een rechterwiel erop. Juist. Oh. Kijk even in het ijs. Doorrijden. Oh my god. Nee, jongens. Kijk even in het ijs. Ja. What the fuck? Ja, maar kijk even. Ja, een beetje maar, toch? Ja, maar je bent nog niet echt gedrift. Oh, maar het scheelt echt weinig hoor. Ga jij rijden? Nee, zoiets vertrouw ik niet. Nee, ik ga het zeker doen. Wel zeggen het kan, maar dan vervolgens het niet zelf durven. Ja, ik durf het wel, maar ja, het kan fout gaan. Maar waar is je Lambo dan? Lambo is thuis. Ja, die moet daar die is heel... een stuk zwaarder hoor, volgens mij. Ja, ja dit is het. Deze auto weegt niet zoveel, dus hiermee durf ik het. En wel iets duurder ook. Nou, emotionele waarde tellen we ook mee, hè. Deze is duurder hoor. Nee.
Alle kanten. Ik denk oprecht, als je nog één keer naar achter rijdt, dat je het volledig weet. Oh, kijk hier dan! Ik kan echt deze... Oh. Kijk hier dan, kom! Kijk die scheuren! Nee. Oh, het scheelt... Nee, je zakt er niet doorheen, want het is heel ondiep hier. Hoor. Ja, oké, okay, maar dit scheelt echt weinig, hoor. Ach, wel, nee, soms ben je te bang. Hé, maar eerlijk, het verbaast me wel. Het is wel allemaal gescheurd, maar de bovenlaag is nog heel, dus je voelt het niet. Maat, ik reed 140 op de teller. Ja. Holy shit, maar dit is wel echt lachen, hè? Je maakte die draai ook daar zo. Ja, maar het gaat best goed. Wil je een rondje mee? Ja. Ja. Nu is het nog zwaarder. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Boeien. Zou je handrem nu even naar beneden doen? Oh. Dat is een goeie. Staan ons nog vast. Waar is die? Ik ga bellen. Oh mijn god. We hebben een redauto. Kom. Ja, als je heel hard gas geeft, ga je er dan weer uit? Nee, ik denk het niet. Kut. Hij moet wel opschieten. Hij gaat heel snel. Hij was onderweg al, toch, zei je? Hé, hey, ga je met je fiets aantrekken? Huh? Ga met je fiets aantrekken. Oh. Maar waarom zo'n klein stukje nog, man? Oké, okay, dit is wel een klein probleem. Ja. Oh, wat jammer, hé. Echt het laatste stukje toen we eruit wilden gaan. Kijk, ik sta nu volgens mij zelfs op de grond. Mijn uitlaat hangt in het water. Ik kan jullie één ding vertellen. Het ijs is nog niet sterk genoeg om met de auto op te gaan. Holy shit, hé. Oh, ijswater. Hey, weet je nog wie zei dat het sterk genoeg was? Ja, maar jij gaat zo ver. Nee. Ja, je moet hier langs, hier langs. Hier is het goed. Het ging wel goed. Een beetje te ver, het ging wel goed. Jawel, maar dit komt wel goed, joh. Ja. Hey, mijn telefoon ligt nog in de auto. Alleen het zit hier helemaal vol water. Nee. Dus ik kan er niet meer heen. Hey, jullie hebben schaats aan. Oh, zo, oh, daar, oh, ik ben daar nog helemaal dat hele stuk doorgereden. Kijk, een hele remspoor. Oh, daar heb ik nog wel geluk mee dan, soort van. Het is hier niet diep. Dat heeft hem gesaved dat hij ook nog zo blijft staan. 100%. Die mensen die daar nu komen schaatsen, die denken echt van, wat de fuck zijn deze mensen aan het doen? Oh, zo, wat is het koud, gek. Ja, waterkoud. Ja, zou ik even in de auto gaan zitten anders? Gaat jongen. Ik heb wel enigszins geluk, volgens mij zakt die echt niet verder. Ik moet hier even een beetje door het water heen lopen. Kijk, nee, de uitlaat blijft precies even ver in het water hangen. Hangt echt net niet in. Dus dat betekent dat hij niet verder zakt, dat hij gewoon op de grond staat. Dus we zouden hem gewoon uit moeten kunnen trekken. Als je hem nat laat staan, dan vriest hij er gewoon helemaal in op deze manier. Laat je ook... Oh, dat zou wel sick zijn, hè? Ja. Wat een dom idee ook weer. Nee, fucking leuk idee. Ja. Daar is de redder. Kijk, alles is een oplossing. Dat is toch het mooiste wat er is. Go! Rustig aan. Trek zo die hele auto uit elkaar. Oh, nou. Ja. Dat gaat heel easy. Topper. Kijk nou. En we zijn weer vrij. Woe. Hey, dat ging heel makkelijk. Je auto is zo een beetje gewassen al. We zijn weer vrij. Lekker ouwe. Hey. Tadaa. Dankjewel gast. Anders heb ik hier morgen nog gestaan en dan vastgevroren. Nou, hier. Als eerste auto op het ijs. Als eerste auto op het ijs. We hebben hem gemaakt. Dit jaar. Waar kijk je naar? Nou? Gaat allemaal goed. Gaat allemaal goed. Nee, het is allemaal nog heel joh. Er zit een heel klein gaatje in het ijs. Dus sorry voor de mensen die hier wilden schaatsen. Maar ja, kon er niks aan doen. Het zit wel helemaal onder het zand. Maar we zijn er weer uit. En we kunnen weer naar huis. Dit was een heel goed begin van de dag. Ook al voel ik mijn vingers niet meer. Het was wel echt leuk. Binnenkort, als het nog een paar dagen doorvriest, wil ik dit nog wel een keer gaan doen. Maar dan kijken of we ergens echt kunnen gaan driften. En ik wil kijken of ik dan misschien spikebanden kan maken. Dus dat ik zeg maar allemaal, ja, of soort sneeuwkettingen eromheen doe. Of echt dat werk een band pak en allemaal schroeven er doorheen douw. Dat ik gewoon op het ijs kan rijden. Maar dat is iets voor later. Voor nu gaan we vandaag weer naar Hoek toe. Wij gaan lekker salto's kijken, vooral niet maken. Dus ik zie jullie zo meteen in Amsterdam. Oké, nog niet in Amsterdam. Ik heb Nike thuis afgezet. Nike gaat thuis even werken en ik ga Dante ophalen. En Dante die gaat vandaag iets doen wat jullie volgens mij nog niet eerder van hebben gezien. En dat is namelijk een triple backflip. Dus dat zijn drie achterover salto's. Gewoon vanuit een Arabier op de vloer. Wel naar een blokkenbakmat toe.
Maar hij heeft dit laatste dus één keer geoefend bij Gym Excel. Dat ging super goed. Hij liet mij daar een video van zien en hij zei ik wil dat morgen ook gaan doen bij Hoekt. Dus ik ga vandaag de hele dag met Dante een beetje achter zijn reet aanlopen om te filmen wat hij allemaal doet. Maar we gaan dus wel iets zien wat nog nooit eerder is gezien als het goed is van Dante. En nog niet in Nederlands YouTube door iemand is gefilmd. Dus ik ben er heel erg hyped voor. Ik heb er heel veel zin in. Als jij nou de vlogs leuk vindt, doe een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen. Dat zie ik een beetje dat jullie... Dan heb ik een soort van blijk van erkenning dat jullie het leuk vinden. En als je het helemaal leuk vindt en de trui die ik nu aan heb leuk vindt, dan kan je die halen boos. De boring hoodies gaan super hard. Er zijn al heel veel maten uitverkocht en ik hoop dat ik nog een aantal nieuwe van die maten kan krijgen. Maar we houden het redelijk limited edition. Dus wil je nou een van deze of deze truien, dan kan je naar bolsebeep.com gaan en dan kan je deze trui ook halen. Nu ga ik even Dante ophalen, want ik ben al 10 minuten lang. We zijn weer in Amsterdam en Dante gaat vandaag een triple backflip doen. Dat is wel de bedoeling, ja. Doe je in één keer of moet je opwarmen? Dat is een nerve vraag. Oké, we gaan eerst even eten, dan gaan we denk ik even trainen. Ga kijken of ik misschien wat salts kan. En dan gaat Dante een triple backflip doen. Dat is wel de bedoeling, ja. En een Miller. Waarvan dat ik is... ook niet meer wist wat dat was. Dat is ook de bedoeling. Maar triple backflip durf wel bijna 95% te geven. Ja. Miller kan nog tricky worden. Miller is dus zeg maar een dubbel backflip met 3 draaien erin. Ja, dus die moeten we nog even aankijken. Ja. Dus laten we alleen naar binnen gaan. Zou ik jullie even laten zien wat ik vandaag ga doen? Ik moet met mijn armpje hier zo. Ik moet alles met één arm nu doen. Ja, maar je spant alsnog heel hard aan, dus alsnog is het eigenlijk slecht. Doe eens met je armen, allebei. Allebei zo. Oh, damn. Nou, ik ga sowieso fucking hard vallen als ik dat doe. En toch doen, hè? Toch doen, ja, maar dat, doet geen, dat is niet erg, want mijn billen zijn niet kapot. Alleen mijn schouder is kapot. We zijn bij de volgende area. Dit is de Tumlin Lane. Daar zeg maar daar de soort van harde, zachte blokkenbak. En dat gaat het hopelijk iets beter doen dan hij doet. Hij gaat voor de triple, dus hij gaat eerst even een paar keer dubbel layout proberen. Dan denk dubbel layout naar zijn rug en vanuit daar een keer goed tukken. En dan echt een triple backflip doen. Toen hij 14 was kon hij al dubbels, nu is hij 18. Nu moet de triple eraan komen. Die kerel, het, is echt, het slaat nergens op hoeveel kracht hij eruit haalt. Weet je, zo moeilijk is het niet, je moet gelopen door de lucht. Iedereen stelt zich aan met springen, dit, dat, ineens gewoon lopen. Je kan toch lopen? Dat is het nu in zijn mentale voorbereidingsfase. Hij sluit zich ergens daar achteraf. Hij had net een paar keer dubbel gedaan naar zijn rug en dat ging goed. Dus... Maar hij gaat het wel proberen, dus ik ben heel erg benieuwd. Want ik heb oprecht nog nooit iemand een triple backflip vanaf de vloer zien doen. Heel veel op trampoline, maar nog nooit vanaf de vloer. Dit was Dante. Dante's gezicht ziet er nu voor het laatst zo uit. Zometeen is hij namelijk nog veel blijer, want heeft hij een triple backflip gedaan. Of hij is heel hard opgevallen. Hopelijk geland. Ja. Ik heb hem sowieso gedaan, maar geland? Dat is de vraag van vandaag. Je draait er gewoon over! Daarna land ik op mijn knieën, dus ik dacht even, oké, iets meer heupen aan het begin. En in één keer draai ik over. Ik dacht van, in landen dan, hè? Ik moet deze echt landen. Jongens, zal ik je een leuk feitje vertellen? Toen ik 15 was, heb ik mijn eerste triple backflip geland naar matten. Dat ging wel een stukje naar beneden, maar was wel op mat geland. Toen dacht ik dat ik hem binnenkort naar even hoog zou landen. Dat is niet gebeurd, want ik had geen techniek. Maar nu, na corona zo, 5 jaar later, we staan er. En we doen hem. You got this. Nooit opgeven, jongens. Ik hou in de gaten, hè. Was wel echt cool geweest als je hem had geland. Nee, mijn heupje zegt verkeerd. Ja. Even pauze. Ja, even pauze. Deze man komt naar Dante toe. Als jij triple back doet, doe ik het ook. ik ga deze morgen doen, waarschijnlijk. Morgen? Ja. Maar morgen ben ik er niet. Nee? Moet vandaag. Kom ik een warming-up doen? Ik zend hem eerste keer. Ja? Gewoon voor warming-up. Ja? Ja. Ik ga opwarmen 5 minuten, dan ga ik het doen. Oké, dan gaan we er heen. Ja. We dachten dat jij vandaag iets zings gaat doen. Ah, ik kwam met 5 minuten, dan doe ik ook wel mee. Ik ga jullie laten zien. Ik heb vandaag geen double back gedaan. Hey, dit had jij even nodig, hè? Iemand die met jou meedoet. Are you ready? Ben ik er klaar voor nog iets doen? Nee. Ga ik het waarschijnlijk doen? Ja. Ga ik een beetje landen? Net? Waarschijnlijk niet. Ja, maar je hebt wel de hype zo meteen. En er is weer muziek.
En ja, Drummuff is erbij, dus moet goed komen. Het is echt lang geleden dat ik met Drummuff heb gesprongen. Ik denk ja, in, maar hij woont al 3 jaar niet meer in Nederland, dus ja, hebben we niet meer gezien. Ja, maar dat was ook daarvoor was nog voor corona. Dat was Hoeks. De laatste keer dat ik met Drummuff heb gesprongen. Ja. Daarna ging hij weg. En toen heb ik nog met Drummuff gesprongen. Daarna niet meer. Ja, maar toen was hij echt wel beter dan jij. Ja, ja, zeker. Ja. Hier komt Drummuff weer. Dit is zijn eerste warming-up, zijn eerste sprong sinds dat ik hem net aansprak in de gang. Oh, gooi zonder op. Bro! Fuck the warming up! Fuck warming up! Maar hij was ook zo netjes, ouwe. Weet je wat, ik dacht, ik heb geen tijd voor een warming up. Ik ga gewoon trippen. Hij staat daar, hij zegt tegen zijn gast, yeah, sorry, I need to warm up. En hij rent en doet gewoon meteen triple, like, what the fuck? Dit legt wel oprecht, dit legt hem even wat hoger weer de last. Maar nee, doe alsjeblieft, nee, doe niet terug schrijven. Hallo, mijn knieën. Jij moet gewoon even. Jij moet heel blijven, jij moet zo meteen winnen. Hij doet het wel, maar hij landt niet. Ik ga hem landen. Nou, huh? Ik ga voor hem de triple back landen. En, laat zien. En je hebt ook een turns competitie, dus je moet ook rustig doen, weet je. Ja, maar hij moet in februari moet hij wel echt heel zijn, zeg maar. Jij hoeft niet heel te zijn. Ik ga het vandaag al dood. Hey, dat is fijn als je zo'n mentaliteit hebt, hè. Oké, Dante, even met een dubbeltje opwarmen. Oh, een enkeltje zelfs. Hij gaat dan eerst 1, dan 2 en dan 3. Daar komt hij. 1, 2, 3. Oh! Wat ziek, hé. Hey. Oh, wat ziek. Holy shit. Je had jezelf ook niet verwacht zo snel, hè? Nou, eigenlijk niet. Oké, dan gaat Dante met het dubbel, denk ik. Wel veel hoogte. Nou, let's get it. Doen. Maar wat moet ik doen? Ik ga iets geks doen. Een Miller. Oké. Ik had verwacht dat hij nee zou zeggen. Ja? Ik had ook dat hij zou zeggen. Ik had op zijn minst verwacht. Ik moet even kijken, maar. Oké. Hij is echt de definitie van gewoon scheid hebben. Maar is hij een robot zo? Wat is het? Hij is Begaard. Weet je wat? Ik ga eerlijk toegeven. Ja? Die eerste backflip die ik deed, dat voel ik al maar in mijn voeten als ik gewoon medium warm ben. Ja. Hij rent nog harder aan, onopgewarmd. Al hier flikvlak, springt hij ook nog hoger. En hij heeft gewoon een veel backflip. Die gast helemaal lijn. Ja. Full dubbel full. Ik kan deze landen. Maar, geef je dit de hype? Ik ga geen midden doen, maar ik ga. I'm gonna show you a trick. Let's go! 1, 2, 3. Oeh! Kut hoor. Die deed je wel, ouwe. Oh, nee, zo. Dat is echt en zo was die van hem ook zijn eerste, dus de tweede landje. Let's go! Double! Oh! Zo sick. Dit kan jij ook! Dit is de motivatie! Sorry. Je wordt zet, je moet blij zijn. Dit kan je ook. Nee, ik word niet zet. Ik zit gewoon in focus. Vroeger had ik echt, dat ging ik echt in de hype modus. Nu als ik iets cools ga doen, dan ga ik juist echt in focus. Ja, ik wou net zeggen, ik zie jou hier zo staan. Zo. Ja, maar dat helpt. Want dan kan ik gewoon, ben ik goed aan het nadenken over wat ik moet doen. Ja, dat helpt. Kan het. Ja. Oh! En je had hem wel, alleen je handen raakten. Het scheelt echt een haartje. Let's go. Oh yes! Fucking gast, hij is echt niet goed. Weet je wat? Ik moet ook vodka gaan drinken. Maar hij drinkt dus niet meer, dat is het probleem. Ik moet gaan roken. Hij rookt wel, ja, dat zei ik. Ik denk niet dat de oplossing is. Waar komt hij nou net mee? Dubbel layout naar triple frontflip. Op een vloer. Op een vloer. Ik kan nog niet eens naar de trampoline. Maar dubbel layout, weer terugspringen, is al geen goed idee op een vloer, doet je maar pijn aan je knieën. Maar een triple frontflip, zeg maar, kijk, als je even gaat nadenken met je hoofd, heeft hij niet. Kan je een triple frontflip doen? Ja. Ga je hem kunnen landen? Nee. Dus wat is het beste wat er kan gebeuren? Dat je net over je hoofd schuift. Dat is letterlijk. Gaat doen? Ja. Ja. 100% op, hij gaat op. Ik wil het even eigenlijk zien. Heel even, ik zei als ik jou was gewoon lekker hier gaan zitten, nou, hij vermaakt gewoon ons wel. Ik ga gewoon niet meer springen, denk ik. Ik voel me ook alweer slecht. Ja, dat is echt kut. Ja. We hadden verwacht dat jullie een beetje gelijk wel op zouden gaan. Ja, ik dacht dat ook wel, maar... Je kan dit wel. Ik moet toch nog een beetje aan mijn techniek werken, jongen. Heb jij iemand dit wel zien doen? Nee, waarom is dit zou wel je gedaan? Nee, toen niet. Het is wel grappig, hij zei dus net, ik ben hierheen gekomen omdat hij wist dat ik hier was. Dat hij... Kijk blijkbaar nog vaak mijn video's. Geen goed idee. Maar hij wil nu gewoon voor mijn vlog volgens mij echt lijp gaan doen. Dat is echt geen goed idee. Ja. Dubbel layout en dan. Oh!
en loopt ook gewoon weg. Gaat het? Ja. Maat, als jij deze in had gezet, was je dood gegaan. Nee. Zeker niet. Jongen. Je hebt hem nu even doorpakken. Niet te lang stilstaan. Je stond nu gewoon een kwartier stil. Je moet even doorpakken. Go. Dubbel. Oh. Hij gebruikt hem als een trampoline. Hij is echt gestoord. Hij is echt gestoord. Maar moet je nou, als hij het netjes zou kunnen en mee zou gaan doen aan competities van turnen. Nou, ja, maar op zich. Maar als je dan kijkt naar wat we sprongen in turnen, dan is er echt veel meer. Maar Millers en zo, maar, dus jij moet ook nog een stuk beter worden. Ook echt gestrekt. Zo'n Millers gestrekt. Het is ook mooi hoe van een stom weddenschapje in de gang daar gaat naar gewoon iedereen die staat te kijken naar tricks die nog nooit zijn gegooid achter elkaar. Het is echt ziek. Echt lijp respect voor allebei deze jongens. Als je wilt volgen, dit is Martin's Instagram, dit is die van Dante. Als je volgt, laat even weten dat je via de video komt en dat je gaat supporten. Het zou super tof zijn. Hij gaat hem niet uppen. Hij gaat double A punch full in doen. Ja, ik vind het ook niet. Op. Full in. Moest het zijn. Maar. Grap. Moet even normaal doen jij. Oké, ze gaan nu op dit moment de laatste salto doen voordat ze gaan chillen. Want ze moeten ook nu even chillen. Ze gaan allebei één backflip in, helemaal een layout en dan naar een full. Oh, wat? Dubbel full in. Dubbel full in. Oké, en hier komt Dante. Ik weet niet wat Dante gaat doen. Hoi, yo, maatje. Kijk uit. Dat is bijna. Dit was een heel slecht idee. Ja. Hey, laten we stoppen eten. Hij zei al tegen, wat moet vooruit? Hij zei, nee, kom, we doen full. Nou, doet hij dubbel full in. Zeg van, ja, dan gaat het niet lukken hoor. Ik zeg, ja, probeer maar gewoon. Ja, ik verpest mijn energie met. Wat was het, backflip full out? Dus... Dat is te makkelijk voor hem. Daar verpest hij zijn energie mee, man. Nee, is niet makkelijk, maar is niet zo moeilijk. Zullen we gewoon lekker rustig aan gaan doen? Ja. Anders gaan we hem doden vallen. Ik wil nog één vooruit, want die vind ik wel leuk. Oké. Sorry, mijn Nederlands is niet zo goed. Wat betekent rustig? Netjes, maat. Shirtje weer aan en we gaan lekker eten. Ja, maar daarna moet ik nog wel een trail back verlanden. Maar ik moet toegeven, misschien wel minder goed dan net. Maar dat voelde ik eigenlijk van tevoren ook al. Ja, je zei ook al, ik ga hem niet goed kunnen doen. Nee, maar na het eten je had hem bijna geland. Was dat je handen de grond raakten? Ja, maar ik was dat heel erg laat. Ja. En je zakt er ook nog zomaar in. Ja. Daardoor raak ik mijn handen. Over een kwartiertje, of eigenlijk over een half uurtje, beginnen de battles. En daar hebben jullie gisteren het eerste deel van gezien. Dus beste 16 van de 64 zijn geselecteerd. Die zijn door. En daar gaan we vandaag naar kijken. Oh, en ook zijn er nog team battles. Dus mensen konden zich een team aanmelden. Dante en ik hebben ons natuurlijk ook aangemeld. Want wij zijn een team. Ben jij mijn gewagen tolk? Ja. Nee, dan moet je dat in ware tolk. Nee, Dante en ik hebben ons natuurlijk niet aangemeld. Ik heb net wel één kork gedaan, dat ging op zich best wel goed. En ik heb hier een trampoline staan waar ik twee salts op kan. Dus ga ik jullie even laten zien, want daar ben ik heel trots op. Ik denk dat je wel mee kan doen in deze wedstrijd eigenlijk. Denk ik ook wel. Net ging het wel. Ja, dat is geen net hoor. Oh, maar die ging je bijna dood. Ik neem hem wel, nu ga ik stoppen, anders maak ik mezelf echt dood. Ja, dat klopt. Maar we zitten in de battles! Nee. Hij wilde die triple backlanden, nu is alles kut. Ja, voilà. Nee. Overrotated vind ik ook goed genoeg. Overrotated was goed genoeg. De battles gaan beginnen hier. Dus ik ga voor jullie alles weer filmen wat ze gaan doen. Of niet alles, maar de vetste dingen ga ik jullie laten zien. What the fuck, Alan?
Het meisje van 10 gaat tegen het vorige wereldkampioen. Een beetje rek, maar oké. Behaald? Nou, we hebben hem ook behaald, we zitten ernaast. Daar zijn we heel trots op. Het is Tikiwoo versus Sosa. Vorige kampioen versus nu een guy die vorige keer helemaal niet mee. Hij heet Sosa, maar geloof me, het is niet Sosa. Het is niet Sosa, het is zo cool. Battles. En dat zijn volgens mij 5 mensen bij elkaar die met z'n allen zo'n hard mogelijke show binnen 2 minuten moeten opvoeren. Ze doen dat tegen elkaar, dus door elkaar heen, net zoals de 1v1. En ze zijn nu met de tweede bezig. Zijn bekend, Sosa heeft 2 keer gewonnen met zijn team en alleen. En wij gaan lekker naar huis toe. Zij gaan hier zo helemaal klem zuipen, maar daar kunnen wij helaas niet aan meedoen. Dus wij gaan lekker naar huis toe, we stappen in de auto. Motiveert wel weer lekker, hè? Zeker. Echt lijp. Het is zo mooi, hè? Want dat allemaal mensen van het buitenland nu naar Nederland komen, ruikt hier, als je bij de ingang staat, alles naar wiet. Omdat iedereen de hele dag aan het blowen is. Ik word gewoon bijna stoned van deze geur, gek. Lekker, hè? Heerlijk. Ik ben de auto dus kwijt. Oh, daar is hij. Ja, je bent niet heel veel beter geworden vandaag, hè? Maar je hebt wel een triple backflip gedaan. Ja, ik zei net tegen Boris van, als ik met mijn kopje erbij blijf, dan spring ik beter dan wanneer ik een beetje opgefokt raak. Ja, terwijl vroeger had je echt die opgefoktheid nodig. Ja, klopt. Nee, ik heb dat ook hoor. Ik spring echt veel beter als ik mijn hoofd erbij hou. En ik spring ook vooral beter als ik mijn schouder erbij hou. Oh, jongens, we gaan lekker in de auto naar huis. Hé, hey, jij moest ook pissen, toch? Ja, maar, ja. Ik ga denk nog snel even in de bosje pissen, want moeten we eigenlijk heel nodig. Doe je dat? Quality content. Dit is wel iets wat ik niet, zeg maar, fijn vind aan de winter, is dat je auto elke ochtend helemaal vol zit met ijs. Want ik ben altijd te laat. Ik ben altijd 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten te laat. En als ik dan nog 3, 4, 5 minuten later ben, omdat ik mijn ruit moet bevriezen, ontdooien, dan word ik daar gewoon chagrijnig van. En dan zit ik de hele tijd chagrijnig in mijn auto, ga ik veel te hard rijden en dan rijd ik mensen aan. Dat is nog nooit gebeurd, maar gaat vast ooit een keer gebeuren dat ik altijd aanrijd. Dat. Ja. Dat goed? Ja, met jou? Ja, goed. Nice. Heb je al meegepist? Nee. Mooi. Kijk,